Deze beschouwing die gaat over een reactie die ik heb gekregen van een YouTube-user en die heet Amy Grace. Ja, die heet zo op YouTube. <laughs> ik, ben, ik ben volgens mij een van de weinige mensen die op YouTube staat met zijn eigen naam. Mij maakt het niet uit hoor. Zo klaar was ik, was ik aan het schaken met... Uh, een, ja, iemand en die zegt dat hij een jonge vrouw is van 13 jaar uit India. Paradesh of zoiets of Paranesh of zo. Ik heb het nog opgezocht op uh, maps.google, waar ze dan beweert te wonen. Ah, ze zal het wel zijn. Ik denk wat zij het is: dat, dat ze 13 is. En die heeft dan elke keer een nieuwe account op die schaak, uh, site. En ik heb er al bij stilgestaan dat ik haar opa had kunnen zijn. Dus ja, zij noemt mij dus opa. En ik noem haar kleinkind. Dat is wel heel grappig hoor. Naast had ze een nieuwe uh, nickname. En uh, wij wilden ze tegen beschaken. dan bleek zij het weer te zijn. ze zei ze: Hi, G-Daddy. Hij zei: Hi, G, Daddy. Dat is G voor Granten. Hi, G-Daddy. It's me. Naast ze weer een nieuwe. Ik zei, wat, uh, wat betekent die lettercombinatie? Is dat Hindi? En zei ze dat is mijn voornaam. wat is jouw voornaam dan? Ik denk, ja. Ja, Perry natuurlijk. Ik, die schakel heb gewoon als Perry Winkel. Hoor. Ja, ik schaam me nergens voor, ook niet voordat ik schakel. Het is een beschouwing, ik wijk me lekker uit. Maar Amy Grace, hé, hey, denk ik niet Amy Grace. Denk ik ook niet. Anyway, het gaat over een reactie van haar. En dat vind ik erg leuk. Dat, dat stel ik op prijs. En ze heeft al twee keer gereageerd. En de eerste keer, dat was. Even kijken hoor. Het ging volgens mij. Ja, het ging over sodomie. En ik denk dat het een vrouw is. En zij schrijft dan: Dank u, dank voor uw mijmeringen. Nou, dat vind ik aardig. En dan had ik, heeft ze naar geluisterd naar een andere. Ik dacht een oudere. Ja, dan weet ik wel zeker dat die ouder is. En dit is uh, beschouwing nummer 86. En die heet Verschil mannen en vrouwen in de samenleving Anno 2019. Denk ik van een goede. In elk geval, daar reageert zij op met de reactie Heeft u wel eens aan de mogelijkheid gedacht dat uw ex een persoonlijkheidsstoornis kon hebben? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Alle karakterkenmerken bewijzen het. En daar heb ik op geantwoord. Ja, daar heb ik aan gedacht. Ze is in elk geval een triest iemand met een ernstig jeugdtrauma. Ik heb haar vergeven. Dat is het belangrijkste. Dank u wel voor uw medeleven, Perry. Ik vind het een goede opmerking van haar. Wat zij bedoelt met een persoonlijkheidstoornis, dat, ja, dat, dat persoonlijkheidstoornis is, is niet echt een. Een kwaal of zo, dacht ik. Je hebt zoiets. Je je vroeger had, het, je had je dan een meerdere persoonlijkheidstoornis. En dat is dan wel een kwaal. Maar die telt niet meer. Die hebben ze weggehaald uit de DSM. DSM, dat is de Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatry. So the, uh, the Diagnostic, de diagnosestelling en statistics. En dan de manual, dat is handleiding. Van de psychiatrie. De DSM heet dat ding. Is een heel dik boek. En daar staat alles in wat je maar kan mankeren als mens uh, tussen de twee oren. Daar is MPD, Multiple Personality Disorder, dat is Engels dan, hè? is eruit gehaald. En het is vervangen door een dissociative personality disorder. Een dissociatief. En, en dan vraag jij je gelijk af. Wat betekent dissociatief? Nou, dat vraag ik me ook af. Dissociatief. Hij komt gelijk Dissocia dissociative identity disorder. Dissociatief. Doe ik even op snel. Dissociatief gedrag, gedrag, gedrag. Wat is het dan? Kijken. Er staat hier dan dissociatieve identiteitsstoornis. De hoop GGZ. En dan www.dehoop.org. We helpen jou bij verslavings en psychische problemen. Bel ons. Nou, ik, ik wil alleen maar weten wat dissociatief betekent. Hè? Dissociatief, wat is dat? Oh ja. Oké, okay, het betekent ontkoppeling of uiteenvallen. Ja, dat, dat, dat heeft die vrouw, die ontkoppeling en uiteenvallen, dat, dat heeft ze. Dat, dat wordt dan genoemd dissociatief. Staat hier letterlijk dissociatie, een term uit de psychologie en psychiatrie, is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst. Tijdelijk niet tussen aanhalingstekens oproepbaar zijn of minder samenhang vertonen. Ja, dat, dat kan. Dat, dat is op haar van toepassing. De vraag is natuurlijk of het hier gaat om een stoornis. Hey, ik was met die vrouw, de moeder van mijn kind, was ik bij een stichting. En die stichting, hoe heette die ook alweer? Iets van FIOM of zo. Het was de Stichting voor het Ongewenste Moederschap. Zo, die OM is voor Ongewenste Moederschap. Ik dacht FIOM. De zekerheid kan ik het even checken. Vion Amsterdam, Vion Den Bosch. Nou, dat is een bioscoop. Ja, precies. Vion Den Bosch. Hulp ongewenste zwangerschap. Vion.nl. Ja, daar waren we. Niet in Den Bosch, maar in Nijmegen. Nou bij het vion daar werd de moeder van mijn kind en de, ze was toen zwanger de moeder van mijn kinderen moet ik zeggen ja. ze was voor de tweede keer de tweede keer zwanger en aan haar werd gevraagd van waarom wil je dat kind niet en waarom wil je dat kind laten doden? En toen zei zij: Ja, euh, door hem. Hij is de oorzaak. Ze wees naar mij. Nou, toen werd ik onderworpen aan een spervuur van vragen, die ik allemaal binnen, ja, binnen een paar seconden kon ik beantwoorden hoor. Er werd gevraagd: Doe je wel eens wat in de huishouding? Ja, zei ik, ik doe elke dag de afwas. Ik doe zes dagen in de week als eerste opstaan en een ontbijt maken. Ik doe vier dagen in de week. Oh, houdt u maar op. U werkt mee in de huishouding. Ik zeg ja. Ja, ik deed drie kwart van de huishouding. Gaat u wel eens mee naar um, uh, verjaardagen, recepties, feestjes van de van jouw kant uitgezien, de schoonfamilie, van haar familie? Ik zeg ja, altijd. Eén keer kon ik niet mee, want toen had Madame had een afspraak gemaakt zonder met mij te overleggen. En dan moest ik tegen haar zeggen: maar Ja, die woensdagmiddag kan ik niet, want dan moet ik vergaderen in Amsterdam. En dan waren die schoonouders nog boos, jongen. Ja, waarom is hij er niet bij? Ja, dat kon niet, want ik had een afspraak in Amsterdam. En als zij dat toen met mij overlegd had, dan had ik dat toen tegen haar gezegd... Van, ...ja, die woensdag kan niet, want dan zit ik in Amsterdam. En nee, ik kan die afspraak niet verzetten. Ja, ja niet licht op het doodhof, wat weet ik. kan niet licht op het kerkhof... ...maar het gaat om een meeting die uh, na heel veel vijven en zessen uh, 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 eindelijk staat. En het ging om een verradering met uh, vier personen. Ja, ga die maar even verzetten. En waarom? Omdat je naar je schoonouders moet. Want tante Jo is jarig. Het ging niet eens om een verjaardag, by the way. <laughs> het ging om een klusje, om een dingetje. Er moest eventjes naar die mensen toe gegaan worden. En ik hoefde er niet eens bij te zijn. Maar voor de gezelligheid, als je dan toch naar je schoonouders moet, is het wel leuk dat papa ook meekomt. Dat ja, vind ik allemaal best, maar spreek dan een dag af dat ik kan. Dat was de enige keer dat ik niet meegeweest ben. En toen zeiden die mensen van het film tegen de moeder van mijn kind: van, Nou, eh, wat jij hebt is een moeilijke man. En moeilijke mannen, dat zijn de mannen die je moet hebben. En ik vond het niet zo leuk dat ze mij een moeilijke man noemden. Dat... Maar dan kom ik weer terug op het feit dat. Ik merk wel meer dingen bij vrouwen, dat ze weinig. Uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, laat ik maar zeggen wat ik gelijk dacht. Ze hebben weinig taalontwikkeling. Uh, vrouwen kunnen niet omgaan met het gesproken woord. En dan ga ik gelijk weer iedereen over me heen krijgen. Ja, maar meisjes kunnen veel eerder hele verhalen vertellen dan jongens. En jongens die zijn veel stiller. En... en meisjes zijn veel beter in taal. Nee, meisjes beginnen eerder met praten. Dat moet je zeggen. Maar dan moet je eens luisteren naar wat een meisje vertelt. Mijn dochter was er ook een ster in hoor. Want had ze iets gedroomd. En dan ging ze me vertellen wat ze gedroomd had. En dan was ze vijf minuten bezig. Dan zei ik tegen haar: van, Ja, je bent nu vijf minuten bezig. Uh, gaat deze droom nog ergens over? In plaats van dat je alleen maar zit te memoreren wat je je kan herinneren van je droom. Dat vind ik best. Maar doe dat op je kamer. Huh. En als je aan mij wil vertellen wat je gedroomd hebt, dan ga je eerst memoreren wat je gedroomd hebt en dan vertel je mij wat je gedroomd hebt. En ik heb geen zin om een kwartier lang te luisteren naar en wat was het dan ook weer. En, wap, 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 en dan komen allemaal dingen eruit. Allemaal noem het maar onverwerkt. Uh, over dit weet ik ook nog. En dat weet ik ook nog, en dat weet ik ook nog. En er zit helemaal geen samenhang of wat dan ook in. Ja. Maar dat zijn vrouwen. Die zijn niet... Nee. Nee, ze hebben die taalontwikkeling niet, punt. Minder dan mannen. Door uitzonderingen daar gelaten en blablabla. Bla bla, de de bijsluiter die erbij zit. Deze uitspraak van Perry gaat over vrouwen in het algemeen... vergeleken met mannen in het algemeen en mag niet betrekking worden gehouden op persoonlijke situaties. De grote die vrouwen van het Vion... die, die betitelden mij maar even als moeilijke man. Uh, denk ik wat dat nou weer. Uh, wat is er moeilijk aan mij? Oh, ik heb graag dat... Uh... Als het dan als er echt nodig ben dat ik meega naar de schoonfamilie. dat er dan naar mij wordt gevraagd: van kan jij die betreffende dag. in plaats van dat we die afspraak maken. en mij dinsdagavond te uh, uh, geven. dat ik woensdag meedien te gaan naar uh, de schoonouders. Terwijl ik zeg: ja, ik heb morgenmiddag een vergadering. Oh. Oh, dan kan je dus niet mee. Ik zeg: nee. Oh, dan dus zullen mijn ouders niet leuk vinden. Nee, maar ik heb die vergadering. En dan ben ik de moeilijke man. Ja, ga toch fietsen, man. En helemaal niet moeilijk, maar goed, dat zeiden ze dus. Jij bent een moeilijke man. Dat zeiden ze tegen haar. Ze is ook niet eens tegen mij. Dat ben ik ook ja, onbeleefd. Maar... Ik zou niet weten wat er moeilijk is aan mij. <tie> Anyway, tegen haar werd dus gezegd van, uh, nou, aan die man ligt het niet. Want, en dat was dan misschien de grap die erbij hoorde van die dames van het Vion. Uh, moeilijke mannen, dat zijn de mannen die je moet hebben. Want dat zijn mannen en die houden zich aan een afspraak. En dat, inderdaad, dat geldt voor mij. Als je met mij een afspraak maakt, dan kan je ervan uitgaan dat... Als ik de afspraak niet nakom, dat dat... Ja, dat gebeurt wel eens een keer, dan ben ik het stralen, stralen, stralen vergeten. Maar dat gebeurt niet iedere maand. En de laatste keer dat ik een afspraakstraal vergeten ben, dat was, dacht ik, drie jaar geleden. Dus. En voor de rest, als ik een afspraak niet nakom, dan heb ik daar een reden voor. En dan heb ik geprobeerd om dat door te geven aan de persoon in kwestie. Dus ik geef dat door van tevoren, of als ik het niet doorgeef van tevoren, heb ik het wel geprobeerd, maar is dat niet gelukt. Ja, dat gebeurt ook. Dat zijn zo van die dingen. Dus zeiden ze tegen haar: Nee, dat ligt niet aan die man. Dat dat kind niet komen kan. Maar vertelt u eens wat over uw jeugd. Nou, jongen, toen kwamen er verhalen uit die ik na acht jaar. Ik was acht jaar met die vrouw getrouwd, en al negen jaar uh, zag ik haar elke dag, zo'n beetje. Dan denk je dat je iemand kent, hè? Ja, niet dus. Want toen kwamen er een aantal verhalen uit over wat er gebeurd was tijdens zijn jeugd. Ze wilde eerst nog de vraag niet beantwoorden. Van daar heb ik het liever niet over. En dan namen die vrouwen van het om geen genoegen mee. Die zijn nou maar, uh, u bent hier met een hulpvraag. En wij zijn er om te vragen uh, wat er aan de hand is. Dus geeft u er maar gewoon een antwoord. Nee, man. Dan kreeg ze helemaal vlekken in de gezicht. En uh, stotteren, huilen. En uh, en stoten. En de doos met Kleenex moest erbij komen. En... Die ging echt kapot. Toen hoorde ik een aantal verhalen. Ik zou En ik werd boos, jongen. Niet op haar, hoor. Maar op mijn schoonvader. Ede, wat heeft die lul uitgefroten? Zo. Ja, daar ben ik misschien toch een beetje een moeilijke man. Maar als ik dan zoiets hoor... Hè? Maar wat mijn schoonvader heeft uitgevroten, ik zal uit pietijd en uit de bescherming voor mijn privé-situatie verder geen namen noemen. En trouwens, die hufter, die rantebiel, die retard, die no-good-shit Sherlock, eikel van een klootzak. Die is nu dement. En die scheidt in zijn onderbroek en die kotst het toilet onder. eindelijk heeft de omgeving in de gaten... wat voor een ongelooflijk stuk vreten dat is... omdat je alleen maar last hebt van die sukkel. Nee, wat hij heeft uitgevrouwden... zou ik net wel. En het heeft die vrouw... de moeder van mijn kind... al die tijd... niets aan mij... willen vertellen... Zij heeft gedaan alsof de, die dingen niet gebeurd zijn. Ik denk uit schaamte. Maar dat weet ik niet. Ik ben geen psychiater. In elk geval is het een vorm van liegen. Want zwijgen over belangrijke dingen, dat is liegen. En ik merkte wel op aan haar hoor, dat ze af en toe maakte ze opmerkingen naar mij toe. alsof ik uh, haar vader altijd steunde of zo, door dik en deur. Van ja, jij neemt dat altijd op voor mijn vader. Zoiets zei ze dan wel eens tegen mij. Huh? En ik zo, nee, dat is helemaal niet waar. Weet je. En dan werd ze kwaad, jongen. En dat is wel waar, want ik heb het gezien. Lalalala. Ik zeg, maar wanneer dan? Nou, uh, altijd. En dan doe je. En dan komen er hele algemene dingen. En geen concrete voorbeelden. Dus ik wist bij God niet waar ze het over had. ik elke keer maar weer van noem dan een voorbeeld. Wanneer heb ik jouw vader gesteund toen jij een discussie met hem had? Wanneer? Op welke locatie? Bij welke gelegenheid? Een verjaardag? Hadden we een dagje uit met de familie? Wanneer? Vorige week, vorige maand, toen in Den Bos. Maar ze bleef alleen maar in algemene termen. Ja, gewoon op die manier: van dat je achter hem staat en niet achter mij. Terwijl je, je bent mijn man en, en dan voel ik me helemaal niet gesteund door jou. En ik, wanneer? Als ik eraan terugdenk: Oh, 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 oh. Maar kijk. Uh, toen ik bij het film van haar uiteindelijk dan hoorde wat die ongelooflijke koekenflapper heeft uitgefroten. Dan denk ik ja, dan kan ik me wel iets voorstellen. Ja. Dat zij zich niet gesteund voelt. Want je hebt het hier over een man die in hetzelfde hokje valt als uh, ja, Dr. Green of Dr. Mengele. Of, uh, hoe heet die man? Uh, Mr. Mr. Jackal. En uh, Mr. Hyde. Ja, we hebben het hier over een psychopaat. Over een sadist. Ja, wist ik veel. Nee, die man in kwestie, die. Uh, ja, Dat soort types die weten drommels goed dat hun gedrag sociaal niet acceptabel is. Drommels goed. Dat houden ze verborgen om die reden. En nou moet ik zeggen, ja, dit is een lekker een beschouwing, hè? dit gaat niet over mijn zieligheid of zo. Dat merk je toch, ik kan erom lachen. Hè? En niet als een boer met kiespijn, maar eh, ik kan erom lachen. Ik kan het nu zien. Het is achter mij. Ik heb het meegemaakt en voorwaar, eh, ik zeg u, <laughs> dat was niet leuk, dat is niet geinig als je er middenin zit. En je, nou, maar nu niet meer. Ik, ik zit nu lekker in mijn Ikea-bed, ik heb een leuke flat. En, uh, en morgen ga ik weer lekker aan het werk als ondersteuner in de gehandicaptenzorg. En ze kunnen me allemaal mijn rug op. Vanmiddag ga ik weer lekker programmeren. En, uh, trouwens, ik ben vanmorgen al begonnen. En het is zondag vandaag, dus je mag werken. Want ik ben namelijk Bijbelgelovende Christen. En ik hou op zaterdag is mijn sabbat. Ja, ja. Nee, gisteren heb ik ook geprogrammeerd. Anyway, terug naar het onderwerp. Kijk, die. Schoonvader van mij. Die heeft mij een keer een verhaal verteld. En dat is best apart. Dat wil ik jullie toch echt eventjes vertellen. Hij werkte als promovendus. aan de Universiteit van Utrecht. Dat is de faculteit of zo. afdeling natuurkunde. Daar zat hij. En hij had een laboratorium in een souterrain. Dat is dus een soort halfkelder. En in dat souterrain had je van die bovenlichtjes, dat heet dan zo, van die klapraampjes. En aan de buitenkant op de stoep waren die klapraampjes op stoepniveau, kan je je voorstellen? Dus waar hij dus in de rondte liep, moet je op een stoel staan om zo'n raampje open te doen. En op de stoep uh, ja, was het gewoon op, op voet ja, op grondniveau, hè? had je van die raampjes. Misschien met een hekje ervoor of zo, dat de, de omstanders zich niet konden stoten als het klapraampje openging. Of misschien dat het klapraampje naar binnen openging, dat kan ook. Dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Nou, een meneer, die was daar bezig met uh, grensgebied tussen natuurkunde en scheikunde. En ik denk op het gebied van... Nou, hij doet het niet zo gek wat toe. Het was, hij werkte met uh, een kristallijne stof. En in die kristallijne stof zaten holtes, nou dat is een emmertale kaas, maar dan heel klein. Het was poreus materiaal, zoiets was het. En daar blies hij dan chloorgas doorheen. Nou, nu moet je gaan opletten. Chloorgas ging er doorheen. Dus, ja, CL2, dat is de scheikundige variant dan. En CO2, dat, dat is giftig. Dat is toxisch. Het is in de Eerste Wereldoorlog gebruikt als oorlogsgas. Tussen de Fransen en de Duitsers. Hè? Dat wist hij. Hij was uh, aan het promoveren. Hij was al dokter anders in de natuurkunde... Hij had een cijferlijst die hartstikke goed was. Want anders mag je niet promoveren. Promoveren is alleen maar voor de bollenbozen. En hij was dus een bollenboos. Dan weet wel, uh, Laude of zo afgestudeerd in de natuurkunde. Nou, dan mag jij weten dat chloorgas dat het toxisch is. Hè? Nou. En hij maakte zich daar zorgen over. Hij denkt: ja, ik zit hier in het souterrain en ik zit hier dat chloorgas uh, door mijn proefopstelling heen te blazen. Uh, maar ik wil graag aan het einde van de dag weer gezond naar huis. Dus hij had dan een soort van, ik denk een zuurkast, zo heet zoiets. Zo'n dus soort kast waarin het allemaal plaatsvond. Maar er zit een afzuiging op. En die afzuiging, zo'n flexibele buis, die had hij dan naar boven geleid. Die had hij door zo'n klapraampje, ja, daardoor tussen het klapraampje open, die flexibele buis ertussen. En dan het klapraampje weer half dicht, zodat die flexibele buis bleef hangen. En hij lekker naar beneden geklauterd, uh, die containercilinder uh, met chloorgas opengedraaid en zijn kladbok erbij gepakt om naar de metertjes te kijken. En hij was lekker aan het chloorgas uh, pompen. Wordt er op zijn deur ge de geklopt en de deur zwaait open en allemaal mensen komen in paniek. En die zeggen, ja, 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 er is ambulance op de stoep en, uh, en er wordt zich afgevraagd uh, wat hier aan de hand is. En hij zei van nou, ik ben lekker bezig. Ik ben mijn experiment aan het doen, want ik wil uh, dokter in de natuurkunde worden. Is hij nog geworden ook trouwens. Hij is, afgezet, hij is gepromoveerd. Nou, wat was er nou gebeurd? Er was, uh, over die stoep was er een jongetje aankomen lopen van een jaar of acht. Zo'n nieuwsgierig apparaatje. En die kwam net van school met zijn schooltas. En die ziet die flexibele buizen uh, in dat klapraamje. En die is op zijn knietjes gaan zitten om te kijken waar het allemaal over ging. Dus die zat met zijn snuffers. In de uitlaat waar mijn schoonvader. dat chloorgas door aan het pompen was. Ja. Nou, dat in combinatie met het feit dat chloorgas. in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt. als oorlogsgas, als strijdgas, als wapen. Nou, dat jongetje ging tegen de keien aan. Nou, toen hebben omstanders de ambulance politie toestand gebeld. En uh, die is erbij gekomen. En die hebben dan die buis gezien. En nou, zo werd dus mijn schoonvader gewaarschuwd: hé, uh, hey, hou er eens mee op. Want er vallen schoolgaande jeugd uh, gaat er tegen de keien aan daarboven op de stoep. Het jongetje in kwestie heeft dat waarschijnlijk. Uh, ja, een lichamelijk trauma van opgelopen. Ook geestelijk natuurlijk, maar lichamelijk trauma in zijn longweefsel. Dus dat is, uh, Ja, de longen van die jongen. die zijn niet meer. Uh, ja, dat herstelt zich nooit meer. Er zijn longblaasjes kapot en ja, die groeien niet automatisch weer aan. Je krijgt een littekenweefsel in je longen. De afwijking heet chlooracne. Ja, ik weet het, ik heb toxicologie gestudeerd. Ook. Dit was een vak. Nou, en mijn schoonvader die vertelt dat het verhaal aan mij alsof het hier ging om een, uh, iets leuks. Nou, wat hij toch had meegemaakt, jongen. Ja, hij is gepromoveerd in de natuurkunde en dan denk je, nou, dat is vast hartstikke saai. Nou, dat was helemaal niet hartstikke saai, hoor. Er was een jongetje van acht tegen de kei aangegaan en uh, levenslang zijn uh, ja, longen beschadigd. En uh, ha, 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 ha. Hij vond het op de grens van het komisch. En ik zat dus toen aan het verhaal te luisteren van hem en ik dacht alleen maar aan het jongetje van, nou... Uh, <coughs> die is voor zijn leven... Uh, hè? Heeft hij littekenweefsel in zijn longen? Dat is niet leuk. En mijn schoonvader, die had er uh, niet zoveel moeite mee. Die had, die, die had helemaal niet zo ver gedacht. Terwijl die wel intellect heeft. Hè? Lul van de vent. Dus ik vond dat een merkwaardig verhaal. Maar wat ik hoorde bij dat vioom... dat ging nog even een streepje verder. Dat waren dingen die hij zijn eigen dochter had aangedaan. Wauw. Wauw. Nou ja, dat was, echt, uh, dat was echt heel smerig. Oh, was ik boos op die man toen. En mijn woede naar hem heb ik niet meer... Ik was het wel van plan hoor om vraag te nemen op hem. Tijdens een verjaardagsfeest wilde ik hem voor lul zetten. Van ik ga eens even een boekje opendoen over jouw gedrag. Met de kinderen, je kleinkinderen erbij. En Veel later heb ik die film gezien, Vesten. Die moet je ook kijken. De film Vesten? Met een F. Dat is een Deense film. En het is de allerbeste film. Los van uh, komische films. Zoals uh, al het verfilmde werk van Charles Bukowski. Dat ik gewoon ontzettend leuke films vind. Barfly bijvoorbeeld is een ongelooflijk leuke film. Maar dat zijn niemandalletjes. Ja. Gewoon het, uh, het geweldige leven van een zuiplap. In kleurrijke avonturen verteld. Ja. En dan geen seks, <laughs> geen seks en wel veel Het Charles Bukowski. Best leuk. Maar in de categorie serieuze films staat de film Vesten bovenaan. Dat is geweldig ja. goed. Heb je hem niet gezien, dan ben je een gezegend mens, want dan kan je hem nog gaan zien. Ik heb de film Vesten wel drie keer gezien. Het gaat ook over kinder, uh, kindermisbruik en zo, kindermishandeling. En dan de wraak. En je hoort je helemaal niet te wreken, Romeinen 12, vers 19. Dearly beloved, vengeance mine. Dat is uh, God aan het woord. Lieve lievertjes, de wraak. Komt aan mij toe. We staan met z'n allen in de snackbar te wachten op de bestelling. Maar drie patatjes oorlog, die zijn van mij. Anyway, in Vesten wordt er wel wraak genomen. Echt mooi film. Een hele mooie film. En uh, die jongen krijgt het meisje. En dat meisje krijgt dus die jongen. Dat is dan ook heel erg leuk. Dus het is ook nog een. Hoe uh, zeg uh, een, een happy end. Ja, ja, een happy end. Echt een super happy end. Goeie film. Maar toen had ik die filmvesten nog niet gezien. En ik wilde vraag nemen, maar dat ging niet door. Dat is misschien wel goed ook. Ik had het aangehoord en tegen die vrouw werd verteld, de moeder van mijn kinderen van nou, dat kind in je buik, die zwangerschap, dat is, dat is het probleem niet. Die man is het probleem niet. Het probleem is dat jij een. Hoe noemen ze dat? Metathesiofobie. Zo'n veranderingsangst heb je. En die komt door het jeugdtrauma. En je kan deze verandering, die zwangerschap, die kan je wel uh, tegengaan met een, uh, door het kind te laten doden. Maar daarmee haal je de angel niet uit de, het, ge het gebeuren. Want die metathesiofobie, die angst voor verandering, die blijft. En die dient zich vervolgens weer aan. En. Nou, de wet haar, ze kreeg dus een negatief advies op die abortus. Dat moet je niet doen, want dat slaat nergens op. Nou, toen zat ik met haar terug in de trein van Nijmegen naar Arnhem. En ik vroeg aan haar: van goh, wat. Uh, wat vond je ervan? Van wat er tegen je gezegd is, hè? En toen zei zij tegen mij. Tegen mij gezegd? Dat hele gesprek ging alleen maar over jou. Jij hebt een ernstig jeugdtrauma en je moet zo snel mogelijk naar de psychiater. En ik vraag me af wanneer jij dat gaat doen. Ja, dat is zo. tussen het moment dat die vrouwen dat tegen haar zeiden. en het moment waarop zij tegen mij zei. van dat is allemaal tegen jou gezegd. daar zat. Uh, denk ik een half uur. a uh, drie kwartier of zo tussen. Ik, ik ben niet gelijk toen we naar buiten kwamen. gelijk tegen haar. wat vond je daarvan of zo. Ik uh, denk, we gaan eerst maar eens even. Ja, naar het station wandelen. En... We hebben misschien nog even een kopje koffie gedronken of zo. En, ja, in de trein zaten we dan in een, ja, twee bankjes tegenover elkaar. En er was verder niemand in die coupé. Niet op gehoorsafstand. Dus ja. dus een beetje privacy. Dus ik heb even gewacht. Maar niet lang. Een drie kwartier of zo. Toen gevraagd. En toen kwam zij dus met: ze, Oh, dat is niet tegen mij gezegd, dat is tegen jou gezegd. Ja, dat doet me denken aan dissociativiteit, of niet? En toch, als reactie op die, die vrouw, die Amy Grace. Toch vraag ik het me af of hier nou sprake is van een dissociatieve identiteit? Waarbij dat wat er tegen haar gezegd is, uh, ja, weggestopt wordt? Is dat het nou? Of heb je hier te maken met een leugenaar? Ja, ik laat me even een pauze vallen. Want liegen, dat deed ze veel. De dus zonder meer is ze een leugenaar. Ik heb haar betrapt op leugens. Van hé, dat. Nou, had had iets afgesproken en, en daardoor kwam ik in de problemen. En dan zei ik tegen haar, nee, maar uh, dat heb je helemaal niet verteld... dat je komend weekend dat en dat zou gaan doen. En dan zei ze, "Ja, dat heb ik wel verteld. Ik, uh, toen en toen heb ik het tegen jou verteld, hoor. Maar dat was helemaal niet waar. Er gebeurde heel veel. Het was ook dat... Het was iets met haar ouders, best vervelend, zoals er gebeurt. En toen zei ik: Nou, dit moeten we opnemen met je ouders, dit moeten we even doorspreken. Geef maar aan wanneer we dat gaan doen. Nodig voor je ouders uit bij ons, of wij gaan even bij die mensen langs en dan bespreken we het even. En dan zei ze tegen mij: van, Nou, nee, dat wil ik uh, niet samen met jou, met mijn ouders, bespreken. Dat wil ik alleen met mijn ouders bespreken. Want het zijn mijn ouders. Ja, het zijn mijn schoonouders natuurlijk. Hè? Ik zei: Nou ja, goed, als jij dat zo wil. En dan even later vroeg ik aan haar: van, Heb je dat geval nou besproken met je ouders? En op zij zei: ze, Ja, dat heb ik. Dat heb ik besproken. Ik zei: Oh. Ik ben helemaal verbaasd. Ja, maar waarom zeg je dat dan niet, hè? Ik zei, Nou, um... Nee, vroeg ik vroeg aan haar. Ik heb niet gevraagd: maar Waarom heb je mij dat niet verteld? Maar ik vroeg aan haar: Wat zeiden je ouders? Hoe reageerden ze? Oh, zei ze. Nou, ze reageerde heel laconiek. Ze hadden begrip voor de situatie. En uh, ja, voor de rest uh, was het uh, allemaal geen probleem. Oh, dacht ik. Nee, maar dat is makkelijk. Dat had ik niet verwacht, hè. Ja. Ik dacht, nou, oké. Okay. Nou ja, dan is het van mij de kous af, hè? En dan vijf maanden later krijg ik mijn schoonvader op, over iets heel anders uh, aan de lijn. En die uh, zegt een paar dingen en ik denk van hè? En ik zeg tegen hem van ja, maar dat is toch toen en toen is het toch met jullie doorgenomen van zus en zo? Bleek helemaal niet het geval te zijn. Ja, of mijn schoonvader was toen aan het liegen, dat kan ook. Of de moeder van mijn kind was aan het liegen. Ik denk het laatste, hoor. In dit geval. Het was helemaal niet doorgenomen. En zij had tegen mij gezegd, ja hoor, heb ik doorgenomen. Maar <laughs> dat was helemaal niet zo. Kijk, en de reden waarom ik dan hierbij stilsta bij deze beschouwing over deze reactie van Amy Grace. Van, eh, is het, gaat het hier om een dissociatieve identiteitsstoornis? Ja, dat zou je kunnen denken. Of je hebt het hier over een, iemand die het gedrag van haar vader heeft overgenomen. Een zondaar dus. Iemand die. Ja, als je dan denkt dat het gaat om iemand met een psychiatrische aandoening, ofzo, dan krijg je daar medelijden mee. En... Maar waarom zou je? En waarom zou je daar medelijden mee moeten hebben? Anders dan dat. Ik medelijden met haar heb, maar ik heb medelijden met haar... omdat ik zie dat ze haar leven verpest. En zij heeft straks ook aan het einde van haar leven... dat ze niks meer kan doen en dat de oogst van haar leven haar leven is. Zoals bij de roulette is het hè, van Rienna Faplu. Plu. Van uh, het, het spel... Uh... Uh, gaat niet meer. Je, je kan niet meer inzetten. Je kan niet meer winnen. Nou ja, je kan nog winnen of verliezen... maar je kan niet meer inzetten. Rian ja, Faplu. Het gaat niet meer. Niets gaat meer. Dat is Frans. Hè? Ja, die Fransen die praten zo raar. Daarom heet het ook Frans. Dat je goed weet dat het heel raar is. <laughs> Grapje. <laughs> maar dat is dan het einde van het leven zo... En dan moet zij kijken naar een leven wat ze bij elkaar heeft gelogen. Niet alleen tegen mij, maar ook tegen de kind. Ja, je kan zeggen van die dissociatieve mensen die, die hebben herinneringen weggestopt in een bepaald compartiment. Want zo gaat het dan, hè? dat is het verhaal. En ze hebben dan die ze schakelen als het ware over van nou, dat is gebeurd maar dat doen we nou niet meer aan we zitten nu in een nieuwe situatie en zijn helemaal overnieuw begonnen en dan fantaseren ze de rest er maar bij Dat kan misschien bij het leven nog, dat je daarmee wegkomt en dat je Jan en Alleman voor de gek houdt. En dan word je toch uitgenodigd op feestjes en recepties. En iedereen wil graag dat je even langskomt en dan krijg je weer een gebakje. En dan denk je dat het heel goed gaat met jou. Maar er komt een moment en dan lig je in je laatste, ademen, ja, laatste adem te halen. En dan is het over. En in vrijwel elke uh, religie of levensbeschouwende toestanden... wordt gezegd dat dat moment een moment is van reconciliatie. Van uh, de rekening opmaken. Van Riena va plu. En als die rekening dan in, in het immorele staat... Qua zwart of rode cijfers. En dat je dus, ah, Iedereen heeft wel eens een accu gehad die uh, de schoonheidsprijs niet verdienen. Maar als jij categorisch de boel besodemieterd hebt... Ja. Ja, dan kan je nu alvast medelijden hebben met zo iemand. Dus ik heb medelijden met haar, maar ik steek geen vinger meer voor haar uit. Was laatst was mijn dochter bij mij. En die heeft dan zo weinig tijd voor mij. En zo druk, druk, druk. Maar ze heeft altijd tijd voor die moeder, hè. En dan was ze bij mij. En ik woon vlakbij het station. En zei ze zei: Ja, nou, voordat ik dan naar Nijmegen kan. Want daar woont ze dan nu. Want ze was moe ook. Ze zat te gapen en alles. En ze zei, ja, ik moet eigenlijk naar huis, ik ben moe. Ik dat ja, is goed. Maar ze zei, je moet ook nog even bij mama langs, want mama is ziek en ik moet de hond uitlaten. Dus die, die moeder neemt dan een hond en laat dan een andere ervoor opdraaien om het beest uit te laten. Dat is precies hoe het gaat. Hoor. Ik herken dat. Maar dan is die moeder weer eens ziek? En ik denk dan van, ja, ik kan het me goed voorstellen. Je, je bent je leven... Ja, heb je bij elkaar gelogen. Op alle fronten. En mensen komen erachter. En die gaan niet meer met je om. En je gaat vereenzamen. En daar word je ziek van. En dat, dat levert je een geestelijke stress op. En die geestelijke stress, die levert je een lichamelijke stress op. En dan vroeg ik het nog aan mijn kind van, goh, is mama, of nou, ik, no ik noem haar niet meer mama, ik noem haar altijd bij de voornaam. Is uh, die en die uh, nog steeds zo vaak ziek? En dan bedoelde ik gelijk, nee, niet meer zoveel als vroeger. Het valt wel mee, dan denk jij leugenaar. Ik reageerde verder maar niet op me. Ja. Want ze liegt natuurlijk. En ze bedoelt te zeggen... Uh, uh, relatief gesproken is zij niet meer zo vaak ziek. Rekening houden met het feit dat ze ontzettend vaak ziek is. Dat bedoelt ze te zeggen. De laatste keer dat ik ziek was... wat was dat? Heb ik een afspraak afgebeld. Waar mijn dochter. Dat is elf jaar geleden of zo. Twaalf jaar geleden. Toen ben ik s'morgens wakker en ik had verhoging. En ik voelde me niet lekker en koppijn. En. Oh, en een andere keer toen. Had ik afgesproken met mijn moeder en mijn kind. En we zaten op het terrasje en ik kreeg me toch een tremor, jongen. Ik voelde me helemaal niet goed en dan was ik snikheid weer. En... en toen heb ik mij verexcuseerd van: nou, ik, heb, ik voel me helemaal niet goed en uh, ik, ik ga naar huis. Dan ben ik naar huis gegaan en dan was ik thuis en toen voelde ik mij weer kip lekker. <laughs> Ja, dus waar kwam die tremor en dat duizeligheid en alles nou vandaan? Ja, het was uh, een of andere stress geïnduceerd door die twee personen. En kortom, een uh, mens hoort helemaal niet ziek te zijn. Ja. En zij is rustig, uh, die moeder, in ja, de, de godganse tijd, in de tijd van het huwelijk, was... Uh, als we naar de ouders toe moesten, was ze of van tevoren had ze een aanval van migraine en misselijkheid. Of als we daar vandaan kwamen. Echt altijd dan. En die familie die had een enorme behoefte om heel vaak bij elkaar te komen. Dus alle verjaardagen werden gevierd. En dan los van de verjaardagen werden ook dingen als Pasen en Pinksteren. Dat waren dagen en dan moest je wat met de familie doen. En Kortom, we zaten daar bijna elke maand. Dus elke maand was ze ziek. Twee dagen of zo. Ja, als je dat als norm neemt, en ze is nu nog maar eens in de drie maanden ziek, dan zegt zij, nee, ze is niet meer zo vaak ziek. Nee, ze is nog steeds vaak ziek, want eens in de drie maanden ziek is vaak zo, chronisch. Dus dat wordt nog wat tussen mij en mijn dochter ook in het, ja, in het, in het reinen krijgen van die rol van die moeder die die moeder gespeeld heeft. Maar fraai is het niet. En dan terugkerend dus op, heeft die iemand nou een persoonlijkheidstoornis? Maar nou, als je haar laat diagnosticeren. Nou, ze is gediagnosticeerd. Daarbij het vion, En daar is gezegd, uh, u heeft een persoonlijkheidsstoornis, u moet naar de psychiater. Dus in die zin heeft uh, diegene die die reactie gaf, die heeft gelijk. Maar is dat nou wezenlijk aan de hand? Of heb je hier te maken met een, een zondig iemand die het niet nauw neemt met de waarheid? Die het misdadige gedrag van haar vader overgenomen heeft en dat allemaal wel best vindt? En die iemand die gaat regelrecht naar de. Ja, wat dan wat genoemd wordt de hel. Naar de plek van het tandengeknars en het geweeklaag. In elke religie hoor, dat is niet alleen Christus Jezus die je daarover vertelt en daarvoor waarschuwt. Want bij leven heb jij de waarheid te vertellen. Je hebt je exemplarisch te gedragen. Je dient zachtmoedig te zijn. Dat soort dingen. Je dient te geven om een ander. Dat kan je bij leven doen. Maar als je dat bij leven niet doet. En je brengt je leven liegend door. En je zondigt. En je, je doet maar wat. Ja, je loon zal ernaar zijn. En het loon van de zonde, het is de dood. En de rest leeft eeuwig. Ja. Nou, dit mag je zelf meenemen in jouw beschouwing. Uh, dit is dan mijn beschouwing over de moeder van mijn kind. En het gaat niet over dat ik... Uh, Zielig ben. Nee, ik was zielig. Dat wel. En niemand had begrip voor mijn situatie. Iedereen behandelde mij als ik dan. Ik kwam al met dingen van er is dit gebeurd, er is dat gebeurd, er is zus gebeurd. En tegen mij werd uh, gewoon gezegd: van nou, als die vrouw zo raar doet tegen jou. dan zou ik me eens gaan afvragen wat jij dan uh, raar hebt gedaan naar haar toe. Want uh, ja, ze moet er toch wel een reden voor hebben dat ze zo tegen jou doet. De, de schuld werd bij mij neergelegd. Terwijl het mijn schuld helemaal niet was. Het ging over iemand en die liegt en die bedriegt en die, die haalt hele vervelende dingen uit. Ik heb er een boekje over geschreven, over die situatie en dat, de titel van het boekje is 'Een criminele vrouw'. Dat is crimineel gedrag. En die verdient medelijden in die zin dat ze haar leven helemaal naar de Ratsmode helpt. En haar loon zal daarna zijn. En je wil niet in haar schoenen staan op het moment dat de afrekening komt. En dat is zielig voor haar. Daarvoor verdient ze medelijden. Maar niet voor haar gedrag. Want dat gedrag van haar is walgelijk. Dus ik ga ook niet meer met haar om. Ik heb er gisteren een e-mail gestuurd, want er zijn nog wat dingen die ik wil hebben van de boedel, Het gaat om foto's. En ik had mijn dochter, ik had eigenlijk gedacht van, ik vraag gewoon aan mijn dochter, en die is dan vaak genoeg bij de moeder. En dan zegt ze maar een keer tegen de moeder van Mam, ik kom even voor papa wat foto's meenemen. Maar mijn dochter zo, oh, 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 nee, als ik dat ga zeggen tegen mama, dan, hou, dan heb ik gelijk een probleem. En dan, en dan sta ik tussen jullie in en, nou, hoezo? Dat zijn toch onze foto's, die zijn niet van haar, zijn niet van die moeder, dat zijn onze foto's. En sterker nog, 90% van de foto's heb ik gemaakt. En 90% van die filmrolletjes die heb ik naar de fotograaf gebracht en laten afdrukken. En, uh, en ik heb al die mapjes gekocht en 90% van die foto's heb ik in die mapjes gestopt. Die vrouw die deed helemaal niks. En ik mag er wel een deel van mijn eigen foto's terug hebben. Daar heb ik dus een mail gestuurd naar die vrouw: van ik wil het graag. En de volgende stap dat ik mijn dochter dan ga vragen, nou je moeder weet er nou van en uh, doe je dat alsjeblieft eventjes hè? voor je oude vader? Ja, dat is toch leuk. Ik, bedoel, ik heb hier een hele stapel fotoboeken, dus uh, er kunnen er nog wel een paar bij. Dat vind ik wel leuk. Ja, als je een, een, een keertje je bezoek hebt van familie ofzo, dat je weer eens even die oude fotoboeken erbij pakt. Ik vind het wel grappig. En foto's van mijn vader dat hij op babybezoek kwam. Dat gaat allemaal over. Het kind was net geboren. Mijn dochter was net geboren. En die periode. Dat is wel erg leuk. We zullen het wel zien. Nou, dat was dan de laatste mail die ik aan gestuurd heb. Die was dus gisteren. En daarvoor is de laatste mail, denk ik, meer dan zes jaar geleden. Ja, veel meer. Zeven jaar geleden, acht jaar geleden of zo. Helemaal niks meer. Kijk, iemand die ingaat tegen de wil van God, uh, die krijgt Hijzaam met God. Of beter gezegd, God gaat die persoon niet kennen. Dus op het moment dat jij daar dan klaarstaat om opgenomen te worden. In het grote geheel, zeg maar. Dan word je straal voorbij gelopen. En dat gaat pijn doen, jongen. Dat wordt echt verschrikkelijk. Dat is een onbeschrijfelijke pijn die je dan ervaart. Hè? Nou, ik laat me even een pauze vallen. Ik ben niet zo kundig op het begrip hel en zo. Iemand heeft mij nog gevraagd van Perry, wil je daar eens wat meer over vertellen? Ja, ik, ik weet niet of ik daar wel zoveel wel. Of ik, ik weet niet of ik daar wel van wil weten. Misschien wel hoor. Maar misschien voor een andere keer, ja? Hé, hey, en dan uh, zeg ik uh, op zijn hamburgs, na deze mooie beschouwing. Tjus, En hou je haaks en wandel in het licht van de Heer. Ja, liever.